Goedemorgen broeders en zusters in de Heer. Zalige Pasen voor iedereen. Zalige Pasen voor uw familie, voor jullie vrienden. Zalige Pasen voor ieder van u die ons volgen bij de Lectio Divina, met het compendium van Lectio Divina. We willen een zalige Pasen aan u toewensen, maar ook aan uw familie en zeggen dat wij heel blij zijn omdat u trouw is aan het woord van God. Dat u trouw is aan de stem van de Heer. En de stem van de Heer heeft vandaag een boodschap van vreugde. Heeft vandaag een boodschap van hoop, van vrede en van heiligheid. Een hemelse vrede, een hemelse leven wil hij aan ons schenken vandaag. En we zijn nog artikels van de Liefregel aan het bemediteren. En we gaan de hele jaar met jullie de artikel van de Liefregel van de Gemeenschap mediteren met jullie. En vandaag is wel iets heel mooi. Artikel 143. De nachten en lichten van het geloof. Het licht van het geloof overwint. En overwint door zijn grote overmaat. Het licht van ons verstand, dat alleen de natuurwetenschap kan bereiken. Hoewel het voor bovennatuurlijke dingen de zogenaamde kracht van gehoorzaamheid heeft, wanneer onze lieve Heer het in een bovennatuurlijke daad wil zetten. Rondom hem is donker van wolken. De orde des rechts schraagt zijn troon. Het is zeker paradoxaal om dit te zeggen, maar het is de ervaring van alle mystics. Hoe meer wij groeien in Gods licht, hoe dichter de schaduw worden. Zo kwam zij tussen het leer van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel die nacht niet tot intreffen kwam. Dus hoe meer wij dichtbij worden van het licht van God, hoe meer wij zien de schaduw, de duisternis in ons. Ik weet het niet als jullie hebben al dat gedaan, maar als wij een kaars hebben, hoe meer onze handen dichtbij van de kaars is, van het licht is, hoe groter is de schaduw van onze hand of van onze persoon. Hoe meer wij dichtbij van het licht zijn, hoe meer zien wij de duisternis in ons, de zonde in ons, de fouten in ons. Maar dat is niet slecht. Dat is niet slecht voor ons. Hè? Dat is een verlichting van de Heilige Geest. Hoe meer wij de heiligheid willen beleven, hoe meer wij heilig zijn, hoe meer gaan wij zien dat God waarheid is, licht is. En dat wij moeten ons bekeren. Naar Hem terugkeren. Om ook licht, om ook waarheid te worden. Om echt kinderen van God te worden. En dat is een proces van zuiveringen. Van zuiveringen van vermogens, van gevoelens, van gedachten. Dat is heel goed voor ons, dat is niet slecht. Hè? Maar dat vraagt een geest die wil elke keer tot God naderen. Elke keer meer en meer. Tot God naderen. Tot het licht naderen. En niet bang te zijn voor wat we gaan van onszelf zien. Onze schaduw. Onze duisternis. Onze zonden. Wij zullen zien omdat God gaat ons verlichten. Met zijn geest. Met zijn heilige geest. Met zijn waarheid. Met zijn woord. En, maar als wij niet zien wat wij moeten verbeteren. Ja, hoe kunnen wij ons beteren? Hoe kunnen wij ons verbeteren? Hoe kunnen wij ons bekeren?
als wij niet zien waar zijn de fouten. Dus vragen wij dat wij in deze periode van licht, van passen, van waarheid, van vreugde, van hoop, dat wij kunnen onze schaduw zien in het licht van de Heer. Niet volgens onze oordeel, maar volgens de licht van de Heer. Het eerste lezing komt uit de Handelingen der Apostelen. In die tijd nam Petrus het woord en sprak. Hij weet wat er overal in Judea gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea. Na het doopsel dat Johannes predikte. En hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen. Die onder de dwarlinghand deed van de duivel stonden. Want God was met hem. En we getuigen van alles wat hij in het land van de Joden in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan de hele volk, maar aan de getuigen die door God ten voren waren uitgekozen, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt. Woord van de Heer. Wij danken God. Ja, zien wij de eerste getuigenis van Petrus over Jezus. De eerste getuigenis van Petrus over Jezus, over zijn dood en over zijn opstanding, over zijn verrijzenis. En wij zien dat Petrus zegt, wat kunnen wij doen na de dood en na de verrijzen van de Heer? Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt. Onze taak is van hem te getuigen, van zijn kracht en van de vergiffenis van de zonde die wij verkrijgen als wij in hem geloven. Dat is de taak van elke christenen. Dat is de taak, dat was de getuigenis van de profeten, maar wij zijn ook profeten. Door onze doopsel zijn wij niet alleen kinderen van God geworden, maar ook profeten, ook priesters. Wij zijn ook koningen geworden door onze doopsel. En wij zijn geroepen als profeten, als kinderen van God, getuigenis te geven van de verrezen Heer, van elke persoon die tot ons komt. Eerst voor onze familie, daarna onze vrienden, maar elke persoon op onze werk, bij onze gemeenschap, de mensen die komen om ons te bezoeken, of de mensen die wij hebben leren kennen, we zijn geroepen om getuigenis te zijn, getuigenis te geven, getuigenis af te leggen van de verrezen van de Heer, van de verrezenis van de Heer. En het is mooi, want Petrus spreekt tegen Cornelius. En Cornelius was een heiden. Hij kwam uit het heidse volk.
Hij kent niet de gewoonten van de Joodse volk. Maar Petrus durft hij getuigenis van Jezus te geven. En wij zijn ook geroepen om getuigenis van de verrezen Heer te zijn. Uit de Psalm 118. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Stammen van Israël, dankt de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Ik zou niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. De steen die de bouwers hebben versmaat, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. Broeders en zusters, als hij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is. Daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zingt op het hemelse, niet op het aardse. Hij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven. En wanneer hij verschijnt, zult ook hij met hem verschijnen in heerlijkheid. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was nog donker bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de anderen, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: zij hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vloog voort, maar de andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerste bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwartels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwartels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwartels lag, maar ergens afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerste bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Woord van de Heer, wij danken God. Ik heb gesprongen van het tweede lezing, van de tweede lezing naar het evangelie, omdat ik wil een link maken tussen de twee lezingen van vandaag. De tweede lezing in het evangelie. Want hier schrijft Paulus: Christus is uw leven. En wanneer hij verschijnt, zult hij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Paulus spreekt aan de christenen van Colosse over het hemelse leven. En hij roept ons op om naar boven te kijken. Niet op de dingen van de aarde,
maar naar de dingen van de hemel. In ons leven te leven en te leiden door deze verlangen om met hem op een dag te mogen zijn. Ons leven te leiden op een manier waarop wij kunnen altijd naar boven kijken en de dingen van de aarde relativiseren. De dingen van de aarde, onze werk, onze familie is heel belangrijk, maar we zijn pelgrims op aarde. Onze doel is de hemel. En we zijn op aarde geroepen om onder Christus te zijn, christenen te zijn. Christus is uw leven. Christus is uw leven. Leven volgens de wil van God, leven volgens de daden van de Heer Jezus Christus en altijd naar boven kijken, omdat daar ons vesting is. Daar is ons eeuwig huis. Daar is de eeuwig leven die we willen bereiken, die we willen leven met Hem. En hier op het Heilige Evangelie zien wij dat Maria Magdalena, de andere vrouwen, Simon Petrus en Johannes, de beminde leerlingen van de Heer, geroepen zijn ook om het christelijk leven nu te beleven. Zij zijn niet meer geroepen om de Heer altijd naast hen te hebben. Jezus is niet meer altijd naast hen, lichamelijk niet meer. Maar zij zijn geroepen om een christelijk leven te beleven. Een leven door het geloof. En wij zien dat de eeuwen van Maria Magdalena vroeg in de morgen. Vroeg in de morgen en het was nog donker. Maar zij was bij het graf. En ze heeft het nieuws gekregen. Ze heeft gezien dat Jezus niet daar in de rots was. En ze is snel naar de apostelen gegaan om de blijde boodschap door te geven. Ze heeft niet voor zichzelf in de stukken in geheim bewaard, de blijde boodschap van de verrezen van de Heer bewaard. Ze heeft doorgegeven aan de apostelen. En wij zien ook deze mooie gebaar van de beminde leerlingen van Johannes. Hij was de jongste van de groep en hij was broer van Petrus, maar hij erkent Petrus als chef, als eerste apostel der apostelen. En hij had heel snel, heel vlug naar de graf. Bij het graf is hij heel vlug gegaan, maar hij komt niet binnen. Hij laat dat de eerste apostel, Petrus, de steen, de roeksteen van de apostelen, eerst naar binnen komt. En Petrus zag dat werkelijk de graf was leeg. En wij zien ook dat zij op de laatste vers van vandaag, vers 9, zien wij, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Zij konden niet begrijpen, voordat Jezus stierf, voordat de verrezen van de Heer gebeurt, kon zij niet begrijpen. Na de verrezen van de Heer, dan is het licht gekomen bij hun intelligentie en dan konden zij begrijpen de woorden van de Heer. En nu kunnen zij zien dat alles die hij heeft gesproken over zijn dood, over zijn leven, over zijn lijden, dat was waar. En door de verrezen van de Heer hebben zij het licht van het geloof gekregen. Ja, hij was de ware Zoon van God. Hij is de ware Zoon van God. En nu gaan zij een nieuw leven leiden. Niet meer met Jezus lichamelijk aanwezig, maar door de Heilige Geest.
En wij gaan deze pastijd helemaal beleven in deze reis van geloof, in deze reis van een nieuw leven. Tot Pinksteren, waar wij de gave van de Heilige Geest zullen ontvangen. Dus het is een nieuwe weg voor ons, een nieuwe deur voor ons, die geopend is voor een nieuw leven. We zijn geroepen om getuigenis van de verrezen Heer te zijn en we zijn geroepen om een geestelijk leven te beleven. We willen deze genade vragen voor ieder van ons om ons geloof te verdiepen in de geest, om ware getuigen te zijn van de verrezen van de Heer. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.